Zo, ik ga eens even polshoogte nemen hoe het is met mijn redactie. Want ik heb mijn redactieleden gezien met hun goede voornemens. Maar ik heb ze ook meegemaakt op de kerstborrel. Redactie, geef 8. Maximiliaan, Nienke, Annette, Charlotte, Wendy, Romy, Lucilla en Karin. Hup, 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 hup. Goed. Niet lachen, het is niet grappig. Nienke, wat zouden wij gaan doen in 2019? Minder snoepen. Is het gelukt tot nu toe? Nee, nog niet. Waarom niet? Ja, het is zo moeilijk. Charlotte, wat gaan we doen in 2019? Meer pure producten eten. Oké. Heb je daar commentaar op, Max? Wendy, wat gaan we doen in 2019? Minder druk zijn. Dat gaat niet, want je werkt hier. Succes. Ja. Romy. Ik ga minder beeldscherm gebruiken in de avond. Oké, dat is goed. Behalve als ik bel. Ja. Oké, prima. Ja, vertel het maar. Wat ga je doen? Ik heb tijd voor mezelf. Max. Ja. Wat gaan we doen in 2019? Ontbijten en regelmatig eten. Waarom doe je dat nu niet? Ja, ik slaap liever langer. En is het ook wel om gewicht te verliezen? Dat heb ik toch helemaal niet nodig. Nou, daar zijn we... Karin, wat gaan we doen in het nieuwe jaar? Ik ga sporten. Heb jij kinderen? Ja. Kinderen, jullie verpesten een hele hoop voor jullie ouders. Ik ga ook sporten. Annette, ik kan nou niet bepaald zeggen dat je het heel erg nodig hebt. Waarom ga jij sporten? Ik wil gewoon een beetje gespierd worden. Annette, ik wil dat jij in 2019 gespierder wordt dan je vriend. Zeg maar even op de camera. Oké, zit. Nou, in 2019 ga ik gespierder worden dan jij. 20 push-ups, nu. Okay. Groetjes van je vriendin. Nou, dit moet je natuurlijk allemaal met een korreltje zout nemen. Maar in 2019 lukt het ons wel met de goede voornemens. Op het gebied van voeding, beweging en mind. Want het is niet meteen dat je denkt, hey, ik wil afvallen. Nee, je wil gewoon gezonder en bewuster leven. En dat gaan we allemaal doen. Want in 2019 lukt het ons wel. Toch?